we deze even erbij. Dan kunnen we die alvast eventjes invoeren. Ga weg. Good afternoon, driver. In the moment you'll be taking this passenger service to Weirhead, open the doors for passengers before departing. Dat was wel heel erg. We hebben geen train number, wij noemen het gewoon train number 101. We gaan van Bishop Auckland helemaal naar Weirhead. At Entlass 101. Is BR. Zo. Kaartje erbij. Yep. Alleen heel eventjes inzoomen. Terwijl wij gaan wachten op de passagiers. Wij gaan over een minuutje weg ongeveer. Dus dat doet dit. Oké. Deze. Oh ja, deze was hier. Dat was daar. Oké. Hier wel. Zo. Normaal is de carrière scenario heb ik deze ook gedaan. Dat klopt. Ik heb de trein vervangen voor de AP variant. Er is een AP in haast van mijn pack. En daardoor doe ik altijd gewoon een standard scenario maken en niet carrière. Zo. Ja, deze herkennen jullie als het goed is, want... Waarom doet hij het niet? Op as you are about, you may proceed to your head, stopping at stations on route. Wacht even. Nee, dat is die verkeerde. Wacht even. Ik weet het even niet meer, maar ik word ook alweer vast. Want er was een toets voor. Moet ik eens eventjes kijken of ik dat toetje kan vinden. Nog even. Oh, joh. Er is ook helemaal niks voor. Ik had hem approved ding, maar ik heb geen idee waarom die. Maar goed, let's see. Wij pakken in ieder geval deze. Ik vind hem ook prima. Ja, we rijden met dit ding. Het is van laten we zo zeggen, het is een leuk motorwagentje. Het is gewoon een driedelig treinstel met vroom vroom. Oh ja, de eethoed. Oké. Ja, ik was even in de war met gisteren. Laten we het daarop houden. Gisteren is het control of shift AD en daar ben ik helemaal aan gewend. Dus Molenaar, goedenavond. Let's go.
passagiersview. Lekker naar buiten kijken. Wij stappen in Italy, Wittenweer, Harperly, Walsingham, Frosterly, Uploop gaan we via. We gaan naar Frosterly, Stanhope, Eastgate, Westgate, St. John's, Chapel en Weirhead in 24 miles. Cartline Crips, good evening and welcome. Maar dit is dus de Weardale Teesdale Rail Network. It's a road, it's been in development, I've read for years. From original train sim release, it was starting to build it, built by one person who worked at Dovetail. I don't think he's working there anymore, but it's a lovely work. Maar goedenavond. Ladies and gentlemen, my next station will be Eterly. Eterly. Chris naar 1000 points gehad. Dit is op zich niet zo heel moeilijk om te doen. Het is wel een andere trein dan je gewend bent, David. Dit is de AP variant, oftewel de die heeft wat verbeterde physics. En bijvoorbeeld ook de RPM dial die werkt nu tenminste zoals die hoort. Zo. Jeroen, ook goedenavond trouwens. Helemaal vergeten. Niet mijn bedoeling. Nou Mark, ik heb je smokende diesel weer hoor. Oh. Moeten we gaan? Goodbye. Gronk hype. Be a green Gronk. A lovely picture. Valley Junction. So. 15 miles per hour speed limit, I think it's for the turn. Thank you.
What a lovely day. Still have a green. We have green on the second one. Let's break down and then release the brakes. Fly a little bit more. Release again. Let's see, back to 2. It seems that if you follow me on the rail map, that this line actually still exists. At least this turn off. All this is gone. And I think it's part of an heritage line, it seems. It's a pretty old train, this one on Steam. I do think this is the one that comes with the route itself. There's an Armstrong pack available, and 101 pack, it's improved the sounds. And you have some physics, just basically like an enhancement pack from these days. And it's just a sound pack. Just awesome. Still 25 limited. We have a green. 45. And let's get to that one. What's the route, please? We're going from Bishop Auckland, going through to Weirhead, and it's on the Weardale and Teesdale rail network. I do think I didn't say Weardale or Weardale or where. I think it is Weardale and Teesdale. Weardale. Sometimes the English names. Next station, Witten-le-Wier. Clunk. We are here. We started over here in Bishop Auckland, and we're going all the way through this line to Weirhead. Releasing the brakes. Get the engine revved up and then change gears. Weardale and Teesdale Rail Network then. Yes, indeed. It's available on Steam. It's an
Yeah, I don't drive it that often. I think the last time I drove this one was with a 25 with a brake tender in front. A whole long time ago, but this is one of the routes that is being carefully made, everything placed, scenery and so on. It's just a beautiful route. Almost time to change up. And I do recommend that you get the sound pack from AP that includes enhanced versions. The enhanced version of this and many more of the 101s. Moet je nu zelf schakelen? Ik moet zelf schakelen, ja. Zat de trein als gisteren. Je hebt gewoon een gear lever, je hebt 4 gears. En je hebt een throttle. Diesel mechanical. En niet zoals wat ik meestal rijd in diesel hydraulic. Maar als het goed is, Mark, was jij gisteren toen de 101 reed? Want ik heb de 101 nog gereden van diegene in Trains in World. En hij ziet er ongeveer hetzelfde uit. Only the AP Skybox doesn't always agree with... the lighting conditions. Wait. What? Alrighty then. In real life there is here some some marsh maybe or a lake. It's called McNeil Bottoms. Wow. What a name. Oh, alrighty. Kyle Leonard, good evening and welcome, and thank you for the follow. And welcome to the stream. Sun is back. Hi, Pauline. Ah, fellow nutter. Still green. Oh, I left the brake on. 25. Leo, goedenavond. Ook. And the sun is back over gone again. Next station, Harperley. It isn't on the map anymore. So it's in a
demolished station. An abandoned station, maybe. I think we need to wait on another train that is passing us. Gezondheid. Ziet er goed uit voor een station dat er niet meer is. Dit is in de tijd dat toen het nog wel open was. Alrighty then. We can't go, we have a red signal. We need to wait for him. Class 25. Dus wat je gewoon speel je niet aan Tracyline. Ik heb gisteren Tracy World gedaan. Ik doe het niet elke week. Breakton, yes indeed. Also comes with the round. I think in these days, because the Breakton is needed, because the wagons are... I don't think the wagons are fitted. I can look, but... No, there's no brake lines. These are unfitted wagons, so the brakes don't have, there are no brakes on the wagons. let's see, back to one. Swarm in the way. Green. Insufficient brake force for the weight. Yeah, that's the main reason. Pretty interesting. welke vind je leuker? Ik vind ze allebei even leuk. Als je qua content wil, moet je Train Sim World hebben. Of Train Simulator. En wil je voor nieuwigheid, dan moet je Train Sim World doen. So the question was asked if I liked Train Sim World better or Train Simulator. I like them both. You can run a lot more varied content on Train Simulator. There's much more content than Train Sim World, but it's getting there. If you want a new engine, Train Sim World. Van allebei de DLC's. Ik heb van Train Sim World heb ik elke DLC. Ik heb van Train Simulator. Volgens mij mis ik er iets van 40 DLC nog. En dan zijn meer recente items die zijn uitgekomen. En heel vaak heb ik die al via third party. Dus die wil ik dan ooit een keer op Steam kopen als die 50% zijn ofzo. Let's go, Walsingham is our next station. Als ze willen kopen als je zo hebt dan. Voor Armstrong is het handig, dan hoef ik zelf niet items te wisselen, zeg maar. Omdat dat een andere map is. Voor een aantal anderen is het gewoon handig om ze gewoon via Steam te hebben in principe.
Maar ik doe het hooguit alleen als ik het echt wil, hoor. Anders dan heb ik zoiets van, wow, komt ooit wel een keer. Rosin, Servius, good evening and welcome. How are you doing, Servius, tonight? Walsingham. Leo heeft een subgift aan Jeroen. En dankjewel voor de subgift. En welkom Jeroen bij de, ja, bij de subs. bot the game control, so doing to give that a go tonight. Yeah, I've read it on there's a Dutch site called called Tweakers that has a review on it. It seems that the verdict is that the game is short. The main story is short, but there are a lot of side missions and interesting. It supports ray tracing, but in scenes that changes the whole thing. It seems that the FPS is a little bit heavy. But it's a game from the company Remedy, and I think it's made the Max Payne series, at least 1 and 2. So it should be good. Sub hype indeed. Let's go. Pretty short stops. Frostily Uploop. And Frostily Station in 3 miles. Still 14 to go. Let's go, third gear. And we are here by the loop. So the station. Still a long way to go. Ik heb nog geen eens alles van het eerste. Oké. Okay. Kan. Je kunt ook wachten op de sale als je wil. Rolof kort even binnengevallen met 5 cheers. Seems good. Dank je, Rolof. Frostily Uploop.
week was zo leeg, dus ik dacht, we doen er maar bij. Dankjewel, Olof. Ja, hij explodeert altijd als er een sub over donatie is. Dan is het kapauw in één keer. Maybe 50% keeps it up around 45, yes. Al genoeg zwammen. Limit upcoming. Well, I think we're going to leave the track or switch to the other track. But it's gonna roll out, maybe. Leave it in the hold position. Little bit more brake. Yes, we had a version to the right. Power back on. Maar goed, dit is in die tijd toen hadden zij geen lampen naar achter, dus daar hangen ze gewoon zo'n lampje op. Ladies and gentlemen, next station, Frosterly. Once again, in real life, every track has been removed, except this one. Oh, in principe is het hetzelfde wat Chris doet, zeg maar. Chris heeft waarschijnlijk hiervan afgekeken, van die, omdat het een standaard techniek is. In goederenwagons heb je dit nog steeds. Dat doen ze ook van die sluitdingetjes op. Chris doet er automatisch ook een lampje op, dat is ook wel mooi. Bijvoorbeeld als ik zo doe, zie je dat die lampjes aan zijn en het lampje ervoor zit. Nu niet meer. Ja, het is een bordje, is het inderdaad dan een echte lamp. A bit of a longer stop. Oh, we were here too early. Next station is Stanhope, Eastgate, Westgate, St. John's Chapel and Weirheads.
into one. Cling. Let's go. Isn't that a lot? Yeah, you missed the train. Next one will be in an hour or so. Dat is pech, trein weg. We are following the river. Hold on, a little bit leaning in the corners. Another 25 coming up. Mandatory 25. Ooh, a 37 with brake tender. Interesting. Yeah, green. Ladies and gentlemen, next station will be Stanhope. Please exit the train on the left side. Ooh, 25 smoke. That was emergency. Anyway, we're in the platform. Beautiful platform it is.
the 37 left yet, or it's still there? It's still there. Let's go. Next station, East Gate. Naar de markt. De volgende is gewoon de 100. Voor overspeed. Back to 45. Nou, het zou me niet verbazen dat dat zometeen nog wel een keer gebeurt. Alright, in real life the line stops in about 200 meters or so. After the bridge there is officially in real life no more line. Leaving the track and gaining an advantage. Formula One reference. Stop and go penalty. Ik vind het wel jammer dat Max eruit was in het begin, dat wel. Maar helaas. Meest mensen hebben alleen in de overronde gezien of de kwalificatie als je een weekend hebt of zo. Beetje zuur als je alleen maar voor Max bent gekomen, dat wel. Maar voor de rest was de race op zich veel mee, was wel aardig interessant. Blij voor Leclerc dat hij heeft gewonnen. Ladies and gentlemen, the next station will be Eastgate. Oh, yep. Yes, dat ook. Heeft Albon heeft tenminste... Albon stond nu vijfde.
Whitley Bay, new official guides free from room B. I like the way the simulation games are built up and everything works like a real trains, planes, trucks. Also the surrounding very nice. Yes indeed, Rulof. There is a simple mode available for that one. The most comprehensive simulation is still the flight simulation. Eurotruck is sometimes maybe a little bit arcade style, but it's getting there in terms of simulation. Train simulation, yeah, it's just nice. There are a lot of rubbish add-ons. There are a lot of good ones. Let's go. Mercedes motor deed het niet al te best. Nee, er was iets met zijn zo'n Force India ding zijkant oploft of zoiets en wat dan ook, maar geen van allen had goede motoren. Oké, okay, I forgot to throttle down. Next station, Westgate. Will be here. Then the chapel, and then we had. Wat dacht je van de hazen? Oh, dat gedoe. Haas überhaupt is gewoon een beetje. Ja, ik weet niet. Het is een Amerikaans team, hè? Dus. Ja. Maar was niet Magnussen of die andere die niet zat te klagen op de boorderij, zo van ik kan niet sneller om iedereen haal me in? Nou is het nog geluk gespreken, hij mag nog van geluk spreken dat zijn ballen niet ontploft zijn. Dat was helemaal einde race. Ja, het zeker gelijk. Ik ben benieuwd wat ze willen in 2021, willen ze ook nieuwe regels toepassen, weet je wel. Dus, ja. Moet eigenlijk meer, ik wil in principe de Formule 1 eigenlijk zo zien, dat de race gewoon weer in de handen komt van de racers en niet van de teambaas. Ja, 22 races, waarvan er nog eentje trouwens een sterretje had. Er was nog iets met een financiering niet rond of zo. Er was niet Zandvoort. Zandvoort was wel. Er was ergens een andere. Of Zandvoort en Vietnam zijn allebei nieuw. Eentje is eruit. En je eentje heeft dus een extra race. I thought we were in 4. We were not in 4. Oh, Mark, ik verwacht niet dat ProRu iets gaat doen. Want volgens mij kost een onderstation kost een paar. Wat kost een miljoen? 2 miljoen, 3 miljoen, een half miljoen? Ik weet niet hoeveel. En het kost tijd om het te bouwen. Je moet de spoor waarschijnlijk eventueel opnieuw gelegd worden.
Of in ieder geval gecontroleerd en wat dan ook. Want het spoornet zit gewoon vol. Afzonderlijk gezien. Maar wordt ook aangeraden om op met Wies te komen. Ladies and gentlemen, next station will be Westgate. Ja, gewoon ergens die kant op en dan parkeren en dan vanaf daar met de fiets ofzo. En anders heb ik inderdaad nog een Splendid ID. Er staan nog een hoop diesels die verkocht zijn. Gewoon even een contractje aangaan of zo, dat die weer even worden ingezet. Huppa. Westgate. York. Guides from Information Center. Public Library. Westgate in video. Let's go St. John Chapel in 1.4 miles. And then we head in 3.3. Hier daar is een stoplicht. Ik ben benieuwd wat het wordt. Going uphill and it's struggling this train. Ladies and gentlemen, next station, St. John's Chapel. Another 37 with the brake tender. Durham, it's better by train.
is going. Let's go. 1.9 miles to go. So our final destination, we are at. Ik zou zeggen, gewoon een persoonlijke drone. Een drone, daar kun je overvliegen. Ietsje zoek. Hey. Klonk. Almost there, 15 limit upcoming. Just before the platform. Ladies and gentlemen, our next station will be Weirhead, which is the end of the line. So please, get off the train and take all your belongings with you. Thank you for traveling with British Rail.
Way too early. 1.5 minutes early. This is truly the end of the line. There's no more line. Beautiful route. Erg mooie route om te rijden. Echt een aanrader. Mocht je hem nog niet hebben. Je houdt een beetje van het oude Engelse stijl. Beetje stoomtreinen soms. Beetje van dit. Geweldig. Excellent run driver, before we set off again, let's see how you did.